Spannend. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Gierige Gasten. Ik ben Niels. Ik ben Martijn en wij staan vandaag naast de rapper Shadex. En Shadex die heeft ons getwitterd. Misschien wel leuk om te vertellen wat jij precies hebt getwitterd. Ja, ik wilde dus op een radioprogramma komen. Ik ben al 11 jaar bezig met rap. Dat komt helemaal goed uit, want we zijn vandaag uitgenodigd bij radiostation Slam FM. En zij gaan ons nietsvermoedend een aantal vragen stellen over onze gierige streken. Ja. Maar... ze weten niet dat wij vanavond een verrassing voor hun petten hebben. Want we nemen jou gewoon mee. Dus ergens in het interview komen wij met de bom dat we jou 2 minuten zendtijd gaan geven. Ze weten er nog niet vanaf, dus het wordt allemaal spannend. Ik weet niet hoe ze erop gaan reageren. Laten we naar binnen gaan. Dit soort dingen... misschien een beetje doorbraken. Hey, goedenavond, de gierige gasten hier. Daar ben ik. Ja, doe een biertje. Lekker. Biertje? Ook een biertje. Lekker. Ja. Komt helemaal goed. Bij Igmar. En wij hebben hier toch wel 4 hele creatieve gasten in de studio vannacht zitten. Die een van de snelst groeiende YouTube-kanalen van ons land hebben. Op dit moment ruim 100.000 abonnees. En dat lijkt te blijven groeien. Het idee dat is volgens mij net zo simpel als briljant. Want ze proberen met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Gratis eten in restaurants, gratis bier of zelfs gratis op een festival naar binnen. En daar gaan draaien. Bij ons in de studio mag ik even een groot applaus voor vooral een hele leuke naam. Gierige Gasten. Goedenavond jongens. Goedenavond. Wij hebben ze gevraagd. Van, joh, is het daar niet leuk? We vroegen het net gewoon even van. Kunnen we niet nu even zo meteen iets gratis regelen? En toen zeiden jullie eigenlijk. Ja hoor, kunnen we best doen. Makkelijk. Easy. Ah, je weet wat je zegt nu hè? Ja makkelijk. Okay. Gaat zeker lukken. We gaan zo meteen even proberen een pizzeria ergens in Nederland te bellen. Ja. En dan gaan jullie iets proberen te fixen. Nou, ik zie nu al een beetje terugkrabbelen. Nee, oké. Goed, gaan jullie vast even geestelijk voorbereiden. Dan gaan we dat zo meteen even proberen. Dit is Martin Solveig en Plus One op Slam. We zitten nu zeg maar in de kleine pauze waar er nu nummers worden gedraaid. En nu willen ze zeg maar dat wij een pizzeria gaan opbellen. Maar dat gaan we natuurlijk helemaal niet doen. Dus oké, hoe gaan we dit? Ja, hoe gaan we dit doen? Ik ga dit even omturnen. Van ja, jullie willen een pizzaatje en zo. Maar ja, wij regelen altijd shit voor andere mensen. Gewoon als mensen kunnen ons twitteren. Spannend. Ze zijn wel hele chill gasten. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daar heel moeilijk om gaan doen. Volgens mij is het ook een beetje nerveus. Maar ik snap ook niet dat niemand ooit deze kans had kunnen doen. Hey, we hebben het net gehad over alle acties die jullie hebben uitgehaald. Dat zijn al flink wat te zien op jullie YouTube-kanaal. Ja. Toen hebben jullie gevraagd van, joh, zou het niet leuk zijn om misschien eens te vertonen hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus gaan jullie proberen gratis pizza te regelen? Nou kijk, daar zaten we dus even over na te denken. Oh ja. En? Ja. Ik heb de aap uit de maat. Ja. Nee, kijk, wij regelen altijd dingetjes gratis voor onze kijkers. Ja. Die kunnen iets twitteren. Ja. We hebben een tweet binnengekregen vorige week. Ja. Die luidt als volgt. Dit is van Shadex. Die zegt, ik ben rapper en ik wil graag een keer op de radio komen. Kunnen jullie dit voor mij fixen? En een dag later krijgen wij de uitnodigingen om bij jullie in de uitzending te komen. Dus wij dachten, nou, dit is natuurlijk een heel leuk item waar wij onze twitteraar kunnen helpen. Teringleiers. Hij staat hier achter of niet? Hij staat hier achter. Jongens, kom maar even bij dan. Ja, kom even bij die microfoon. Ze zeggen, ik vind het ontzettend leuk wat jullie hebben gedaan. Ja, dat vind ik echt. Maar jij wil zendtijd, dat krijg je nu. Want ja, dat heb je goed gedaan. Ja. Wil je ook een? Ik heb een USB'tje, maar zijn... Weet je wat we gaan doen? Moet je even naar Rens toe gaan. We gaan even 1 plaatje draaien. Dan gaan wij hem even allemaal in ons systeem gooien. En dan gaan we zo meteen... Mag jij het doen? Dat bij deze. Sure, let's do it. Dankjewel, man. Ik zit er zo in de klop. Gaat lekker, boys. Wij hebben het YouTube-kanaal Gierige Gasten. En kijkers, luisteraars, mensen die fans zijn van Gierige Gasten kunnen opdrachten insturen naar Gierige Gasten. Wat er dan gebeurt is dat zij gaan proberen die opdracht gratis uit te voeren. Dus met zo min mogelijk mogelijkheden. In ieder geval moet jullie geen geld kosten, hè? Dat klopt. Dat klopt. Jullie kregen een tweetje binnen. Nog 1 keer, wat was de tweet die binnenkwam?
Ja, ik zou graag zendtijd willen bij een radio. En wij, got it. Bij deze. Wij wisten dat niet. En dus hebben we net echt in alle L geregeld. Want we vinden het een leuke actie. Dus daar gaan we mee akkoord natuurlijk. Ben je er klaar voor? Ja, zeker weten, man. Let's go. We. Live op Slam FM, dus Shadex. Nou ja, daar gaan we. Ja, lekker. Gaan we. Leuk. Hey Borreman, thanks voor de borreman. Zie je wel op score man, voor nu ga ik torren man. Hoedeman, kom op om me door je hoedeplank. Doe je dans, tja, deze moet je voelen man. Zelfs met griep spit ik nog ziek. Ik lieg niet, zie mijn neus, hey, plus pas met die wief, plus hey. Papen die poepen, ja ik heb wassen met biefs. Had extra in de movement in die pony misschien. Ik bloed voor mijn team, bloemen voor de volgende griep. In de discotheek geniet ik van je booty en stief. We doen weer eens vies, zoemen op onze volgende piek. Wanneer ik kom, dus zoveel tijd weer even voor met je beach. Misschien op een beach, bitch, snap je nu wat er itcht? Shit, ik wil een paradijs, Lilo en Stitch. Dikke hits winnen, Jiggy J, Rico en Stix. Maar het moet wel lekker swingen, dan is alles gefixt. Snap je nou wat je mist, dan doe maar gek. Doe maar anders dan de rest. Snap je? Kom op, snap je nou wat je mist? Doe maar gek, ja. Doe maar lekker gek. Doe maar anders dan de rest. Doe maar anders dan de rest. Snap je nou wat je mist? Doe maar lekker gek. Doe maar anders dan de rest. Doe maar anders dan de rest. Mag ik even een applausje voor Shadex? Ja. Hey, deze man heeft gewoon gerokt. En ik hoorde net al allemaal, wat was het? Allemaal hele goede reacties. Ik kan jullie niet teleurstellen, echt niet. Paradiso is het volgende. Ja, hoop ze. Paradiso. Wat vond je er zelf van? Ik vond het keihard, man. Die staat te zijn, hè? Hij is nog aan het nagenieten, dat zie je. Man. En de boys van Slam FM die waren ook helemaal verbaasd. Dus dat is ook goed gelukt. Vonden jullie deze video nou leuk? Abonneer even op ons kanaal. We hebben nog veel meer vette video's. En we hebben ook Facebook, Twitter, Instagram. Ja, en als je net als deze jongeman geholpen wil worden, post even je probleem op social media, hashtag Griegasten. En wie weet zit jij volgende week een nieuwe aflevering. Tot ziens. Ja, ja.